Welkom bij Crystal Beauty Award. Mijn naam is Jennifer. Mijn naam is Crystal. En welkom bij mijn birthday. Oké, okay, gaan we maar gelijk, want... Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oké, okay, moet ik ze in één keer? Ja. Niet spugen, hè? Ja, 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 nee. Zo. Smavel. Jongens. Crystal is 39 geworden. Hiep, hiep, hoera. 39 kaarsen, jongens. Ja. Jezus, heel die taart is aan het smelten. Ja, mooi. Die chocola hier, die ligt al helemaal... Ja, mooi. Oh, wacht, daar moet ik even een foto van maken. Dan kunnen jullie dat zien. Oh, geweldig. Leuk. Oh my god. Hoe voelt het nou om 39 te zijn? Hetzelfde. Nee, ik voel me gewoon 19. Oh, oké, okay, nee, dan is het goed. Oh nee, doe maar 29. Dat is wel misschien net iets beter. Ik kan het net zeggen. Jij wil wel gelijk 20 jaar. Nou, maar soms voel ik me wel 89. Nou, vooral toen met Corrie. Nou, gefeliciteerd, dankjewel. Dankjewel. Je hebt ook wel lekker al warm van me. Hey, jongens, echt zweertje, 39 kaarsjes, krijg je aardig warm van. Geloof me maar. Nou, daar hebben we natuurlijk. Happy birthday to me. Achter ook, we hebben natuurlijk wel even versierd, ik hè? Ik wou net zeggen, we wilden gewoon even een klein videootje opnemen. Onze oude doos. Bij mijn verjaardag gaan we dat niet doen, hoor. Ze weet toch niet wanneer ik jarig ben. Staat in de agenda, wat jongens. Wat dan? Juli? Nee. Juni. Ja. Ja. 23? 28. 28. Maar hij staat in de agenda, jongens. Dus... Ja, en natuurlijk niet vergeten. Ik wou net zeggen, ik was birthday girl. Ik was hem aan het zoeken. We horen natuurlijk ook een beetje champagne. En waar hebben we nou, waar hebben we kinderchampagne? Ik heb hier de glazen. Kinderchampagne. Als die maar niet al nu al gaat poppen. Jij mag hem poppen, hè? Jij mag ik hem poppen? Ja, want jij weet ja. We hebben appel aardbei. Lekkere aardbei voor me. Lekkere appel. Nou jongens, van me. Op naar de... Oh, jezus. Op naar de 40. Op naar de 40. Oh, nou jongens, laat even weten wat we moeten doen als ik 40 word. Feestje! Party poepar. Oeh! Oh, valt mee. Nou, mevrouw. Gefeliciteerd het. Dankjewel, schatje. Het ziet er wel uit als wijn. Nou, het ziet er een beetje uit als... laat ik het maar niet zeggen. Appelsap. En een beetje op bier zo met dat schuimkraag. Hij ruikt wel lekker. Oeh. Ik wil hem even bij jou neerzetten, want anders weet ik het wel weer. Wacht even. Voordat het dadelijk fout gaat. Ja, mooi. Precies hoe ik ben namelijk. Echt, hè? Proost. Proost. Proost, jongens. Oh, maar wel zoet. Oeh. Oh. Nou, Waar heb je die mis gelaten eigenlijk? Ik kan gelijk een afspraak maken bij de tandarts. Oh, daar. Mag eigenlijk niet in beeld, hè? Word je gedemonetized? Echt? Kan. Zo, even de wax eruit. Ja, echt, hè? Wax in, wax out. Jongens, 39 kaarsjes, even serieus. Zo, wat een oude doos, zeg. Oh mijn god, nou, gelukkig word jij bijna 38. Ja, dat nou ja, scheelt toch nog een jaar. Nou, dan gaan we. Wil jij chocolaatje? Ja, maar je mag mij ook dat gesmolten stukje geven. Oh, dat mag ook. Nou, zal ik even je servetje weghalen? Oh ja, nou, want anders kan je je mond niet zo. We hebben er genoeg. Food fight. Dan pak ik wel gelijk gewoon... Ja, mooi. En dan... Oh, mooi. Wacht even voor jongens. Wacht jij even de andere kant? Hoppakee. Ja, tuurlijk. Oh. Komt u maar. Hoppa. Alsjeblieft. Oh, kijk, je mist nog een stukje. Ja, tuurlijk. Yeah. Oh, jongens, ik zit helemaal onder. Nou, op naar volgend jaar. Op naar de 40. Oh, zullen we vorkjes pakken? Ik zat net op te zoeken. Ik ga stuk. Echt een typisch Crystal. Ja, maar echt. Alsjeblieft. Dank u. Woef, woef. Nou, blaffen doen we al genoeg. Ja, maar dat is...
Zijn het zeehonden? Nou, proost. Jongens, ik weet niet of jullie wat hebben, maar pak er anders wat lekkers bij, zou ik zeggen. Op naar de eeuwige jeugd. Op naar de 40. En maar weet je wat het rare is? Ik voel me ook totaal geen... Ja, maar het klinkt ook zo raar als je dan zegt, ja, ik word 40. Maar ik voel me ook geen 39. Nou, voel ik me wel hoor, Flo. Nee, maar qua niet lichamelijk, maar... Geestelijk. Ja. Heb je dat niet? Soms voel ik me wel gewoon zoals ik ben. Maar soms heb ik ook wel eens momenten dat ik denk van... ik voel me eigenlijk inderdaad helemaal geen 37. Nee. Ik ben nu natuurlijk nog 37. Maar laat even weten, degene die ongeveer rond onze leeftijd zitten. Hebben jullie dit ook? Of ben ik de enige en Jen ook de enige? Of hoe zit het? Dat is chocolade. Ja, kijk jongens, zo zag hij eruit. En na het branden van kaarsje ziet hij er zo uit. Oh. Hij is wel lekker. Ja, ik vind alleen nooit de nootjes nooit lekker. Sorry. Ik heb altijd liefst chocolade eromheen. Mm-hmm. Pardon? Ik weet niet wat dat voor geluid was, maar... Dat was een beetje raar. Nou, en jongens, we hebben wat leuks voor jullie. Want wie jarig is, die moet trakteren. Dat bedoel ik. Ik is gelijk helemaal een bekertje onder. We hebben namelijk een giveaway. Nou, gaan we eerst even laten zien wat jullie kunnen winnen. Als eerste, het feestvarken. Born to shop. Nou kijk, je leert gelijk om te shoppen. Wij houden natuurlijk van shoplogs. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje een leuk pakketje samengesteld. Een beetje in het thema van ons. Nou, feestvarken omdat ik nu jarig ben, maar omdat we ook van shoppen houden. Dus deze. Nou, als je jarig bent, dan hou je natuurlijk ook wel van een lekker chipje. En een chocolaatje met een hartje. Die... Alles hoort bij één, hè? Dus je het is kan gewoon echt één pakket. Winnen. Nou, dan is het heerlijk als je lekker een bad neemt met een bruisbal. In dit geval een flamingo. Lekker roze, want hè, ik hou van roze. Een appelgeurkaars, die kan je er lekker bij zetten. Ik hou van appel, Jennifer natuurlijk niet. Dat hoort erbij. Dus voor mij mag die zo snel mogelijk. Oh, nee, maar. Nou, dan ga je nadat je lekker in bad gezeten hebt, ga je lekker een voetenmaskertje doen. En dan kan je nog kijken, wil ik een gold masker of wil ik een collageen masker? Hey. Of allebei gewoon. Ik wou net zeggen. Nou, dan moet je natuurlijk, want jongens, nou ik weet wel dat jullie dit echt wel willen hebben. Dan moet je ook weer je haar stylen, natuurlijk. Nou, dit is dus een borstel en steltang in één. Nou, hij is natuurlijk weer roze. Die hoort er ook bij. Ja, jongens. Ik denk dat ik hem ook ga opgeven voor de giveaway. We pakken uit. Dan houden wij natuurlijk van panter. Wie wil deze geweldige pantertas nou niet hebben? Kun je mee shoppen? Kun je dat geld uit die varken erin doen? Kijk, precies dat. Nou ja, en dan moet je eigenlijk natuurlijk nog wel even wat hebben om je een beetje op te kalifateren. Dus we hebben een heel leuk make-up paletje. Woe! Nou, je mascara gaat er alvast vandoor. Even bukken. Even wachten. Even wachten nog. Pizza. Er zit een mascara met stof in nu. Een oogpotlood. Een oogpotloodje. Er zitten oogschaduwkleurtjes in. Een bronzer en een highlighter. Met een spiegel. Maar dat is niet alles. Want als je dacht dat je er was. Nee. Dan moet je natuurlijk ook nog wel een feestelijke look. Met allemaal feestelijke kleurtjes. Op kunnen doen. Dus die krijg je erbij. Moonlight. En last but not least hebben we van Revolution. Ik zal hem even openmaken. Hij is niet gebruikt. Maar dan kan je zien... De plakband. Niet. Hier. Ja. Dus je kan hem niet openmaken. Ja, hij zit dicht jongens. Sorry. Maar er zit dus twee highlighters in. En oogschaduwkleurtjes.
die kan je winnen. Ja. Marjen, daar moet ze wel wat voor doen, hè? Ja, je gaat het niet krijgen. Voor niks gaat de zon op. Ja. Wat moet je ervoor doen? Als eerste ga je natuurlijk die dikke duim omhoog geven. Je gaat even abonneren. En je gaat in de reacties achterlaten dat je geabonneerd bent. Dat je een duimpje omhoog hebt gegeven. Maar je gaat ook een reactie geven waarom je hem zou willen winnen. Of je zegt, ik doe mee met de winactie. Mag ook. Dan ga je jouw Instagram naam bij jouw reactie onder de YouTube video, deze YouTube video plaatsen. En zorg dat je dan daarna naar Instagram gaat. Op Instagram moet je me volgen. Ga ik ook checken of dat je me volgt. En onder de post met de giveaway wil ik graag dat je die ook nog liked. En eventueel weer erbij zet van ik doe mee of ik wil winnen omdat. Ja. Nou ja, het zijn even wat stapjes die je moet doen. Maar je krijgt wel een heel leuk pakket. Degene die dan uiteindelijk gewonnen hebt, daar zou ik contact mee opnemen via Instagram. Dus het is belangrijk dat je ook Instagram hebt. En dan gaan we je gegevens uitwisselen. En dan ben jij de winnaar van het hele leuke pakket. En dan sturen we het je op. Dus laat even weten wat je van het pakket vindt. Ja, wat ik al zei, als je jaag bent, moet je trakteren. En bij deze. Dus, dat is Christel, dat tractatie. Kijk, dat taart kunnen we jullie niet geven door de camera heen. Nee, ja, en ook niet opsturen, want dan is het niet echt lekker. Ik wou net zeggen, dat zou ik maar niet doen. Ik denk dat je taart uiteindelijk vanzelf wegloopt. Ik ben bang van wel, ja. Dat willen we niet. Oh, lekker. Er zit hier nog een stukje wax op. Lekker. Ja, hier hoor. Oh, okay. Gaan we hem er even af. Wou je net zeggen. En hoe vieren jullie je verjaardag? Ja, ik niet. Nee, vier me helemaal niet? Nee. Nou ja, ik eigenlijk ook niet heel erg hoor. Ik vind het leuk om even uit eten te gaan of wat dan ook. En ja, dat is maar dat verder. Nee, dat is ook niet, joh. Ik zit lekker door te eten. Ja, en nee, ik, bij mij zitten er te veel van die. Ik vind het zo vies, die nootjes. Ik weet niet wat het is. Ja, nee, ik vind hem wel lekker. Dus shout out naar de plus. Nou, verder is hij wel lekker, maar ik hou niet van nootjes. Ik hou niet van nootjes. Nootjes. Nee, ja, ik vind het eigenlijk. Laat even weten, ben jij. Ik ben sowieso niet echt van de slagroomtaart. Ben jij team nootjes op je taart of ben jij team chocola? Team chocola! Chocola! Maar jongen, dat was lekker. Proost. Het was een korte video. Kort maar krachtig. Dit is ook een extra video tussendoor. Dus gewoon eventjes omdat ik jarig ben. Ik wilde gewoon het even met jullie vieren, met jou vieren. Gezellig. Helaas hebben we de anderen er nog niet bij. Dus mams, de andere moor. Ja. Wij komen gewoon lekker een bakje doen. Komt helemaal goed. En laten we nog wel een stukje taart over om mam. Komt goed. Ja, nou ja, ik weet even niet zo goed meer wat ik moet zeggen, want het is gewoon kort maar krachtig. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Misschien ben jij ook wel 7 april jarig. Ja, laat even weten. Ben je misschien ook wel zo'n rampie, net zoals ik. Ja, dat is zeker. Nou jongens, zullen we nog één keer laten zien wat je dus kan winnen? We hebben een steltang borstel. Ja. We hebben de palet van Revolution. Ja. De Moonlight palet. Ja. De Fancy Beauty pakket. Met de oogpotlood en de mascara. Een leuk tasje. Met panterprint. We hebben de voetmasker en de twee andere maskers. En laat even weten, hè, wat zouden jullie ermee gaan doen allemaal? We hebben de kaars. We hebben de flamingo, bruisballen. Als je nou geen bad hebt, gebruik hem dan als scrubbal onder de douche. Oh. Tip van Flip. De chippies en de chocola. Hoort erbij. Want ja, we konden geen taart opsturen, dus dan maar dit. En de... Het feestvarken. En de toeshop. Maak je eigen shoplog, zou ik zeggen. Ja. Ja, dat was hem. Ja, nou jongens, ik vond het gezellig. Ja, ik ook. Wij hebben hem een beetje gevierd. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Ja. Vind je hem nou leuk? Jullie weten het. Duimpje omhoog. En dat is ook een cadeautje voor mij, hè. Even abonneren. En als je dan toch bezig bent, belletje aanklikken. Dan mis je geen video van ons. En Jen, als ze hem nou zo leuk vinden. Deel hem even. Ik wou net zeggen. Volg mij op Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. En mij op Instagram staat beneden in de beschrijving. En jongens, dan willen we jullie vanaf hier...
Felicie Flapstaart zeggen. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei! 35. 36. 37. Nee! 38. Oud wijf. 39. Oh ja, ik word 39. Ik wou bijna zeggen, huh? 10 hours later. Huh? De kaarsvet zit al lekker op de taart. Nou ja, joh. Dat doet niet heel goed. Hallo? Toen deed hij het ineens. Ik wou net zeggen, we gaan toch niet zeggen dat je... Ja, ik heb echt een trilleritis, jongens. Wat is dit? Nou, waarom wil je nou niet meer? Hoor eens even. Ja, mooi. Nou, bel jij alvast even de... Maar even de brandweer bellen. De brandweer? Jezus. Nou, dokter Utker, even een tip voor jullie. Iets minder wax aan de bovenkant.